Zou zo'n nieuwe gulden, hè, zou die ook inflatiegevoelig zijn? Als je meer geld gaat creëren dan in overeenstemming is met de behoeften van de organisatie, dus wat er aan waarde omgaat, dan creëer je inflatie. Dus het hangt veel af van het inzicht en de wijsheid van degene die dat faciliteren. Elk systeem, je kunt geen systeem bedenken, hoe ideaal ook, dat niet op een of andere manier vernacheld kan worden. Daar ben ik het nou even net niet mee eens. Als ik een korte vraag mag stellen, ja, gaan we weer terug naar dat idee van de geldschepping. En ja. Die meneer die begint over inflatie en dan begint daar iemand over de gulden. En een jaar geleden heb ik een aantal sites gelanceerd met de opmerking dat we de gulden terug konden halen naar Nederland, maar dan als schuldenvrij en rentevrij geld. Ja. En dan komt inderdaad zo'n inflatievraag. En dan zeg jij nu, ja, eigenlijk kun je ieder systeem vernachelen. Maar toen die goudsmit geld uitgaf en hij gaf die vorderingsbiljetten uit, toen vergat iedereen dat dat eigenlijk een klein contract is. Mm-hmm. Dus een vordering is een kleine overeenkomst tussen de goudsmit, de bewaarder van het goud, en degene die recht had op het goud. Mm-hmm. En voordat dat hele gedoe met die papiertjes begon, toen was dat een vordering op naam. Ja. En niet een vordering aan toonder. Ja. Toen het geld geanonimiseerd werd, dus toen geld en die vorderingen anoniem werden, en je kon die overdragen zonder al te veel gedoe, dus zonder actes van cessie, et cetera, toen ontstond de mogelijkheid om te gaan sjoemelen met die biljetten. Nou is er een systeem, en dat is ontwikkeld door John Nash. Die kent u nog van het Nash Equilibrium of die film A Beautiful Mind. En John Nash heeft, vlak voordat hij echt helemaal gestoord is geworden, heeft hij een systeem ontwikkeld. En dat systeem is een waardesysteem. En dat waardesysteem dat heeft hij gemaakt, waarbij hij dus die inflatie kan opvangen en het probleem van de vorderingen aantoonder, waarmee dus gesjoemeld kan worden. Mensen kunnen dus handtekeningen vervalsen of valse munten, et cetera. Maar dat kan niet als je weet met wie je zaken hebt gedaan en met wie je een netwerk opbouwt, net zoals in die wier, die 16 ondernemers, want die kenden elkaar en die vertrouwden elkaar. En dat vertrouwen, dat kun je het beste aanleggen door mensen die zaken doen met elkaar te zeggen, deze man of deze vrouw is zo goed als zijn of haar woord. Als, en dan gaat dus niet een instantie geld uitgeven, maar de mensen zelf. Dus die systemen die zijn mogelijk. En het enige zwakke wat daar dan in zit, is als er iemand doodgaat. Dan is die inderdaad, dan zijn zijn biljetten niet zoveel meer waard. Ja, maar en dan nu, kun je die inflatie zou je kunnen opvangen door te zeggen, iedereen kan zoveel geld uitgeven als hij wil, maar hoe meer geld hij uitgeeft, hoe meer hij zichzelf uit de markt prijst. Dus het regulatorische systeem wordt dan echt op vertrouwen gebaseerd. En dan vragen mensen af, ja, maar hoe ga je dan de internationale handel doen? Nou, dat betekent dat ook een land kan op basis van de waarde die een land vertegenwoordigt en de belastingen die daar geheven worden, kan zijn eigen munt uitgeven. Het enige wat je hoeft te doen is een schabloon aan te leggen waarbinnen mensen dat kunnen doen. Mijn vraag is, stel, je zou geld uit de anonimiteit halen. Zou er dan nog iemand het in zijn hoofd halen om zijn eigen biljetten te gaan vervalsen? Ja, maar kijk, het punt is die kleinschaligheid, dat je die persoon in de ogen kan krijgen. Dat is een beetje het punt wat hier ook op tafel kwam. Maar ik wil er toch nog even een ander aspect aan toevoegen. Kan dat overal in de wereld wel? Hè? We komen hier nu met allerlei universele begrippen. Een systeem zou kunnen bepalen. Hè? En dat kan me van alles bij voorstellen. Als die Zwitsers elkaar kennen en zo. En daarom zei ik ook, van als die hier broer was, was het waarschijnlijk wel gelijk goed gegaan. Maar kijk, als je bij Adam Smith kijkt, hè, die zegt van, kijk, er zijn bepaalde maatschappijen, zag hij toen al in de wereld, en het was eigenlijk behoorlijk beperkt, dat waren eigenlijk de Schotten en de Nederlanders, de Engelsen geloof ik ook, en die hadden op een gegeven moment een cultuur van vertrouwen gebaseerd op protestantisme, dat is later ook nog wel uitgewerkt,
En daarin was het op een gegeven moment mogelijk dat uiteindelijk zeg maar, het kapitalisme uit kon ontstaan. Dat wordt wel eens vergeten. M. Smith, in eerste instantie een filosoof en een ethicus was. En later ging hij de eerste econoom heten, maar... Zijn theorie was ook gebaseerd op eigenlijk een soort antropologische waarneming eigenlijk. Want hij zag dat in andere landen helemaal niet gebeuren. Dus het heeft ook enorme beperkingen. En dat is ook een beetje mijn bezwaar. Dat is een beetje lullig om te zeggen utopisch. Maar het is ook niet voor niets dat Zwitserland als voorbeeld wordt aangehouden. Dat is typisch ook zo'n land waar mensen wonen die op een of andere manier, of dat nou genetisch is of etnisch is, of dat er... Of dat die nou dat protestantisme daar is binnengevallen en dat het daar aanbleef. Nou, er zijn allerlei discussies over mogelijk. Maar ik vind wel dat een aspect is waar je economen, behalve Adam Smith misschien, eigenlijk nooit over hoort. En welk aspect precies? Dat je misschien met bepaalde oplossingen voor bepaalde groepen mensen moet komen en dat die oplossingen misschien niet voor andere groepen gelden. Dat bijvoorbeeld, ik noem wat de Chinese maatschappij dermate anders in elkaar zit. Nou ja de vraag die al sinds het begin van het ontstaan van geld speelt, is hoe je de hoeveelheid geld en de hoeveelheid productiviteit op een lijn krijgt. Mm-hmm. Dus dat is die is voor elke maatschappij hetzelfde. En dan kun je zeggen, dat wordt in verschillende tijden op verschillende manieren georganiseerd. Mm-hmm. En op verschillende plekken ook. Dus dat klopt, tot zover gaat je betoog. En dat is volgens mij wat we vanavond proberen te bespreken of te discussiëren. We leven nu in een digitaal tijdperk, dus al het geld is digitaal. We constateren dat heel veel geld... Niet iedereen leeft in een digitaal tijdperk. Nou ja, maar daarom van wij wel. En daarom zeg maar richt monetaire hervorming zich ook op westerse landen. Mm-hmm. En het is heel goed mogelijk, en dat zie je ook gebeuren in landen als in ontwikkelingslanden, en vooral in Afrika, dat mensen elkaar met belminuten betalen of meteen met bitcoins. Dus dat ze eigenlijk heel het huidige systeem overslaan. Dus daar gebeurt het ook. Maar dan nog steeds is de vraag, hoe krijg je het voor elkaar dat er niet oneindig geld wordt gecreëerd, en als we geld creëren, dat het richting productieve economie leiden. Dus die vraag is volgens mij een internationale vraagstuk. En dan kun je dus, wat wij als geld beschouwen, dat verandert. Ja. Dus het is van papier naar van goud naar papier naar digitaal. En daar moet je dus een oplossing voor aandragen. Oké, maar dat vertrouwen de basis is, daar zijn we het al over eens. Mm-hmm. Joost, als het vertrouwen de basis is, waarom worden er dan munten gemaakt die niet te vervalsen zijn met allerlei watermerken? En waarom zijn er dan geldcontroleermachientjes? Als het geld gebaseerd is op vertrouwen, dan hoeft dat jonge meisje bij de Albert Heijn toch niet dat ding langs het machientje te halen. Dan is dat geld toch juist gebaseerd op wantrouwen. We hebben het nu over abstracte discussie, we hebben het over gradaties natuurlijk. Hè? Ja, maar wat jij zei is, Adam Smith was een ethicus. Ja. En geldcreatie... Dat wordt ook gezegd van mensen zoeken eigenlijk een houvast en zoeken naar normen en zoeken naar moraliteit van bankiers. En dan komt de bankiers eten. Het gaat allemaal over moraliteit. Ja. Gaat het dan niet in essentie over, en ook met het digitale geld, over een door deze crisis structureel gewijzigd mensbeeld? Ja. Omdat door de digitalisering van het geld zijn er mogelijkheden gekomen voor banken en bankiers die vaak als jonge jongens van de universiteit afgehaald worden en achter een computer gezet worden en zeggen, nu ga jij vandaag 20 miljoen verdienen en als het je lukt krijg je een bonus. Waarbij je dus een hele... daarom is de antropoloog Joris Luijendijk ook zo interessant. Mm-hmm. Want die benadert het vanuit de menselijke maat. Is het niet zo dat we op de rand staan van een complete herijking van wat de mens nou eigenlijk ja, is? Ja, eens. Ja, hier ben ik het heel erg mee eens. Hoor. Nee, want als je dus ook naar de economische theorieën kijkt van de afgelopen 250 jaar, dan heb je naar Adam Smith, dat was nog een moraalfilosoof, een klassiek econoom, dus die zag economie eigenlijk als iets ethisch. Maar dat is langzaam vanaf eind van de 18e eeuw, 1890, zijn er van allerlei economen gekomen die neoclassieke economen worden genoemd en die zijn heel erg economie wiskundig gaan beschouwen. En daarachter zit het mensbeeld van de homo economicus, dat de mens rationeel is en als consument zijn eigen nut wil maximaliseren en als producent zijn winst wil maximaliseren. En de vraag is of dat mensbeeld, dus achter alle economische theorieën, achter heel veel economisch beleid, het juiste mensbeeld is.
Ja, nee, precies. Nee, want het blijft die hele economische theorie is toch één grote nonsens. Nee, oeconomia betekent huishouding. Het is gewoon, de meisjes op de huishoudschool, die leerden economie. Ja. Nee, en wat je volgens mij ziet in deze wereld, dat er dus op laag niveau, bottom-up, van allerlei ondernemers zijn en van allerlei initiatieven, die dus niet acteren op basis van het mensbeeld. Maar je ziet dat heel veel multinationals nog naar winstmaximalisatie streven. Dus die zijn er puur om winst te maximaliseren. Ook grote financiële instellingen willen winst maximaliseren en niet bijdragen aan een betere samenleving, aan verduurzaming, aan sociale waarden. Dus, en ook heel veel economisch beleid, wat komt van de ECB, van het IMF, is dus op dit mensbeeld gebaseerd. En dat botst nu. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, nou ja, we moeten een maatschappij bouwen op andere waarden, maar van bovenaf wordt het vooral heel erg, dus dat mainstream economisch, homo-economicus achterdenken op de maatschappij geduwd. Nou, nu wordt het weer heel erg breed, dat is ook een beetje mijn schuld, maar...